Omaan is synoniem van stille wijsheid. Een symbiose van modernisme, authenticiteit, mystieke en stokoude legendes. Als gevolg van een weloverwogen beleid van Sultan Qaboes, de olie- en gasrijkdom, is het Sultanaat Omaan een van de welvarende en moderne landen op het Arabische Schiereiland. Onverharde wegen uit Jemen die verderop een eind over de grens breder en moderner worden, bereiken we de regio Darfur, onze volgende etappe op de wierookroute. Salalah is de hoofdstad van Darfur, havenstad en geboorteplaats van Sultan Qaboes. Ga rechtsaf over 200 meter. Dat Darfur en Salalah onafscheidelijk verbonden zijn met wierook, blijkt uit de plaatselijke wierookmarkt. Al 7000 jaar wordt deze kostbare adem van God bij vrijwel alle godsdiensten en erediensten gebruikt. De Boswellia sacra carteri, de enige boom waaruit echte wierook gewonnen wordt, groeit in de extreem droge en hete semi-woestijngebieden van Hadramaut en Darfur. Bij de wierookwinning wordt wat boomschors van de stam en de takken verwijderd. Het melkachtig hars komt dan in druppels tevoorschijn en laat men opdrogen. Na 7 tot 10 dagen worden de harstranen van de boom afgekrapt. Nabij Salalah liggen de ruïnes van de oude havenstad Safar, nu Al-Balit genoemd. Hier zou Simbad de Zeeman, de legendarische figuur uit de verhalen van 1001 Nacht, op een van zijn 7 reizen zijn trossen hebben uitgegooid. En ook Marco Polo kwam hier langs in 1285. Amper 10% is opgegraven. Maar dat Safar belangrijk was, blijkt uit tal van gebouwen, zoals een citadel, tempels en moskeeën. Archeologische vondsten bewijzen handelsbetrekkingen met het Westen en het Oosten. De meest zuidelijke provincie, Darfur, heeft prachtige witte zandstranden en mooie resorts. Een ideale omgeving om er enkele dagen van een heerlijke vakantie te genieten tijdens onze sombere wintermaanden.
Van oktober tot mei is het in Dauphin dor en droog. Maar vanaf juni tot eind september tovert de Carif Mousson het landschap om tot een groene oase. In het hoogland, boven Salala, zou het bescheiden graf liggen van de profeet Job. We rijden nu een 70 kilometer oostwaarts naar het visserdorp Mirbat en bezoeken iets verderop de ruïnes van Sumuram, een oude wierookhaven. Niets laat vermoeden dat aan deze mooie kreek een van 's werelds oudste en drukste havenactiviteiten hebben plaatsgevonden. Tot 500 na Christus had Sumuram meer dan 1000 jaar lang de controle op de productie en handel van wierook. Naast residenties van soms 2 verdiepingen hoog, tempels en opslagplaatsen, was deze vestings- en havenstad een ware fabriek. Hier gebeurde de collectie, de verwerking, de verhandeling en de verscheping van wierookhars. Wierook werd voortaan niet alleen meer door karavanen over land vervoerd, maar ook over zee via de Perzische Golf. Archeologen hebben in deze opslagplaats nog 50 kilogram wierook ontdekt en artefacten blootgelegd die getuigen van intensieve in- en uitvoer, onder andere naar Rome, Perzië en China. Waarschijnlijk kwam Sumuram rond de 5e eeuw na Christus in verval door verzanding van de havenmond en er geen schepen meer konden opvaren. Bedouin betekent bewoner van de woestijn, maar in Oman zijn er ook visbedouinen die het ritme van de zee en de bewegingen van de vissen volgen. We zien ze hier aan het werk als sardinenvissers. Een 875 kilometer lange en 9 uur durende rit brengt ons door berg- en woestijnlandschappen, maar ook langs vruchtbare streken tot onze volgende bestemming, Nisswa.
Het grootste deel van Nisswa ligt in een grote oase met ontelbare dadelpalmen. Op het eerste zicht heeft deze stad een uitzicht en een flair van het wegdenken van moderniteit. Alles ademt hier authenticiteit uit. Al oude minaretten en een statisch fort uit de 17e eeuw brengen hier een ibadistisch bolwerk aan het licht. In 751 werd in Nisswa de eerste ibadistische imam verkozen. Nog steeds is het ibadisme in Oman de voornaamste, maar ook de meest tolerante en gematigde beleving van de islam. Dit statische fort was een van de residenties van de ibadistische Yaruba-sultans, die van 1624 tot 1744 over grote delen van het land regeerden. We nemen nog een kijkje op de levendige dierenmarkt van Nisswa, die hier elke vrijdag gehouden wordt. De handelaars lopen met hun geit of schaap in het midden van een kring omstaanders, de kopers, en prijzen hun dier aan. Geïnteresseerde kopers keuren de dieren, kijken of ze gezond zijn en onderhandelen over de prijs. In de grote omgeving van Nisswa liggen her en der nog tal van dorpjes verscholen tussen een woud van dadelpalmen. Dadels zijn een bron van suikers, mineralen en vitaminen en waren voor de Bedouinen van levensbelang tijdens hun verblijf in de woestijn. Dadels zijn ook een van de exportproducten van Oman. Maar zonder de vindingrijkheid van de woestijnbewoners was er hier geen vruchtbare oase. Al enkele duizenden jaren geleden hebben ze de Falaj uitgevonden. Een netwerk van ondergrondse en bovengrondse waterleidingen die water uit bronnen in de bergen naar de vallei brengen en irrigeren.
Vanuit Nisswa zijn er prachtige uitstappen te maken naar de nabijgelegen berglandschappen, forten en kastelen. Dit plateau met hellingdorpen en terrastuinen ligt op 2000 meter en wordt omringd door duizelingwekkende ruige ravijnen. Wellicht liggen Perzische migranten aan de oorsprong van de Falaj, die de tuinen irrigeren. Zij vestigen zich hier rond 500 voor Christus, toen Oman deel uitmaakte van het rijk van de oude Perzen. Naast fruit en groenten worden hier eveneens saffraankrokussen geteeld. Het kasteel van Djabrin werd eind 17e eeuw gebouwd als residentie voor een van de imam, sultans van de Yaruba-dynastie. Dit is een van de fraaie kastelen van Oman en combineert bescherming en grandeur met knusse huiselijkheid. In de dadelkelder werden dadels in zakken op elkaar gestapeld en onder druk van zware stenen werd het sap opgevangen en opgeslagen voor consumptie. Maar bij belegering werd het ook als verhitte stroop over aanvallers uitgegoten. Oman is een land dat bezaaid is met vele forten die mooi gerestaureerd zijn. Het imposante lemen fort van Wakhla torent al 700 jaar lang op een heuvel boven de stad uit. Stijlen van traditionele huizen in de oases reflecteren de financiële rijkdom en de status van de eigenaar. Hoe hoger en groter, hoe welvarender. Maar in hun hunker naar meer comfort hebben de bewoners Alhambra intussen verlaten. Nog eventjes naar de supermarkt voor onze picknick, want op onze tocht over het Hadjar-massief, de hoogste bergketens van het land en de wadi's, is dit onontbeerlijk. Dit bergdorpje is het laatste dorpje voor we naar de meer dan 3000 meter hoge Jabal Shams trekken.
Interessant is hoe de mensen destijds ook 's nachts de tijd konden weten aan de hand van de stand van de sterren ten opzichte van deze kleine torentjes op een heuvel boven het dorp. Nu wagen we ons aan een spectaculaire rit over onverharde wegen door het hooggebergte en de diepe ravijnen van het Adjar-massief. We genieten van de oneindigheid van het landschap, terwijl onze chauffeur Hassan de picknick serveert. Maar we krijgen onverwacht gezelschap. We dalen nu steil af de oase van de Wadi Banu Auf in. Forten dienden in vroegere tijden als verdediging van kleine rijkjes en vrijwel iedere stad werd door een fort beschermd. De eerste steenlegging dateert uit de 6e eeuw en het werd nadien verschillende keren herbouwd en uitgebreid. No.
Mascat is een geslaagde symbiose van moderniteit, traditie en de culturele identiteit van Oman. In de hoofdstad zijn er geen opzichtige hoge wolkenkrabbers, zoals in de naburige Emiraten, maar slechts sierlijke, lage, lichtgekleurde gebouwen. Mascat is het economische hart van het sultanaat aan zee. ...1,3 miljoen van de 3 miljoen Omani en 500.000 expats wonen en werken in de hoofdstad met een bedrijvige haven. Om de welvarendheid van zijn land te benadrukken, heeft Sultan Qaboos op geen Omaanse rial gekeken. Hij heeft hier waarschijnlijk de grootste marmeren moskee in de islamitische wereld gebouwd, van ruim 416.000 vierkante meter. Ook binnen de gebedsruimte werden geld noch moeite gespaard. De vloerdecoratie is een tweedelig, handgeknoopt Persisch tapijt van zomaar eventjes 4.300 vierkante meter, 1 miljard 700 miljoen knopen en weegt 21 ton. En er hangt een centrale kristallen kroonluchter van 14 meter hoog. Aan het begin van de 16e eeuw werd Mascat als strategische haven ingenomen door de Portugezen om controle te hebben over de zeehandelsroutes op en langs de Indische Oceaan. Ze bouwen er imposante forten om de haven te bewaken. In 1650 maakten de Yoruba-sultans een einde aan anderhalve eeuw Portugese overheersing. Waar nu het oudste deel van de stad ligt, heeft de sultan zijn administratie en zijn paleis ondergebracht. Sultan Qaboos regeert als absolute monarch over Oman. Thank you.
We rijden nu naar het zuidwesten en volgen voor een deel de 1700 kilometer lange kust tot het stadje Soer. Dit is een zinkgat. Het is het gevolg van een instorting van een holte in het onderliggende gesteente of sediment. Nabij dit vissersdorp verlaten we de kustweg en trekken Omaans mooiste wadi's in, de Wadi Shab en de Wadi Tiwi. Dit zijn nog waterrijke wadi's. Genesteld tussen de hoge bergwanden van de Wadi Tiwi liggen sprookjesachtige dorpjes, te midden donkergroene dadelpalmen. Omaan bevindt zich in het centrum van de grote zeevaartroutes en is dan ook eeuwenlang een belangrijke spil in de zeehandel tussen oost en west. De handelaars voeren op stevige houten schepen, dhows genoemd. In Soer bezoeken we een nog steeds actieve scheepswerf waar, voor nostalgische kapitaalkrachtige lui, dhows, zoals weleer, uit teekhout getimmerd worden. Op dit idyllisch strand, beschermd door bizarre rotsformaties, komt de met uitsterven bedreigde groene reuzenschildpad aan land om er haar eitjes te komen leggen. We
We zijn hier in de vroege morgen en de sporen van vorige nacht zijn nog zichtbaar. Het is nu stil en hebben het strand voor onszelf. Het vrouwtje kruipt meestal 's nachts aan land, maar er is nog eentje actief. Ze graaft de put dicht waarin ze haar eieren heeft gelegd, alvorens terug naar zee te keren. Feilloos zal ze nu duizenden kilometer afleggen door de Indische Oceaan en hier nog 3 keer per jaar terugkomen. Op het strand, vol met putten, vinden we nog opengebroken eieren. En enkele juveniele schildpadjes die naar zee vluchten. Ze zijn nu ontsnapt aan predators op land, maar ook in zee zullen ze hopelijk ontsnappen aan roofvissen. Wadi Bani Khalid is een ideale plaats om wat te verpozen, te picknicken of te zwemmen in het helder, smaragdgroene water. Deze dromedaris wacht niet op een tankbeurt, maar zal deelnemen aan een van de clandestine races waar we eventjes mochten filmen. Het grondgebied van Oman bestaat voor 80% uit steppen, bergen en woestijn. De woestijn is dan ook altijd vlakbij. En een rit met een 4x4 wagen in een zandwoestijn en over de rode duinen is uniek. Hier leeft ook nog een handvol Bedouinenkooplieden, de laatste afstammelingen van een 1000-jarige traditie. Thank you.
In de stilte van de woestijn mijmeren we nog na over ons avontuur op de Wierookroute. Een kaleidoscoop van kleuren en geuren, zee en landschappen, dorpjes en steden, culturen, mensen, dieren en zoveel meer.